Hierbij uitleg over rioolveren. Heeft u het riool verstopt, dan heeft Leemerij voor u daar een oplossing voor. We hebben diverse diameters en lengtes rioolveren. Dus voor de gootsteen hebben wij deze kleinere rioolveren. Dat is tot een buisdiameter van 5 centimeter. Heeft u een grotere buisdiameter, dan is deze rioolveer daar geschikt voor. En die is 15 meter lang. En tot een buisdiameter van 12,5 centimeter kunt u deze gebruiken. En dan hebben we nog een speciale veer, dat is deze. Die is speciaal voor de closetpot. Dit is dus een kleine veer. En deze zit opgerold in de trommel. U moet eerst bijvoorbeeld deze bout losdraaien. Dan kunt u de veer uittrekken in het riool tot de plaats van de verstopping. Daarna is het belangrijk dat u de bout weer vastdraait tegen de veer. En als u dan de trommel ronddraait, dan draait de veer dus ook rond en u kunt hem heen en weer bewegen en zo kunt u het riool ontstoppen. En daarna kunt u de bout weer losdraaien en weer iets dieper in het riool steken en daarna weer vastzetten en zo weer draaien. Deze rioolveer is 15 meter lang en is geschikt voor een rioolbuis van 8 centimeter tot en met 12,5 centimeter. U moet eerst bij het putje moet hij natuurlijk naar binnen ingaan, bij een ontstoppingsputje of bij een ontstoppingsstuk. Deze veer, aan het einde, daar kunt u de kop opzetten die u wilt gebruiken. We hebben verschillende rioolkoppen. U kunt daarna de veer in het riool drukken tot de plaats van de verstopping. En dan kunt u met deze hendel kunt u hem ronddraaien. Kijk, zo trekt hij hem tot de plaats van de verstopping en de hendel draait hier rond en zo draai je de veer rond. En daarna kun je de veer weer verder in de riool stoppen en u draait weer aan deze hendel. Na de tijd bent u klaar, is het ontstopt, dan kunt u de veer weer terugdrukken in de trommel. Voordat u het materiaal weer terugbrengt naar de leemerij, graag grondig reinigen. Deze rioolveer is speciaal voor een wc-pot. Wilt u de wc-pot niet verwijderen en zit het vooraan verstopt, dan is dit de ideale rioolveer. U kunt deze pijp in de closetpot stoppen en daarna door deze stang naar beneden in te drukken, druk je de veer uit en gaat hij door de zwanenhals heen. Daarna kunt u met deze, door deze hendel te verdraaien, kun je de veer ronddraaien. Er bladeren in de regenpijp, dan kunt u deze eruit zuigen met de waterzuiger. Zit het riool verstopt met zand, dan kunt u dat verwijderen met een rioolslang, met rioolkop en de hoge drukreiniger, ook te huur bij Leemerij. Voor het verwijderen van zand uit de put hebben wij een putskep.